bijzonder zuur gevoel. Ja. Ja, Lucas, volgend jaar keukenkampioen divisie. Het zat er niet in. Nee, het zat er zeker niet in. En goed zo. Nou ja, jammer helaas. Iedereen heeft buikpijn, wij hebben buikpijn. En volgens mij, ik zag hem net al lopen, heeft de trainer ook buikpijn. Dit is de TOS met Jos. We beginnen met Jos. Trainer, maar wat voor gevoel sta je hier? Ja, nog steeds met een heel teleurgesteld gevoel. Ik moet zeggen, persoonlijk heb ik het nog niet verwerkt. Dat heeft denk ik nog wel even een paar dagen nodig. Maar ja, we moeten morgen toch weer nog even het laatste vizier richten op FC Emmen voor zondag. Maar ja, het voelt niet lekker. Nee, en het heeft ook allemaal geen zin meer. Dat wedstrijd tegen Emmen, waar we allemaal naartoe leefden als de belangrijkste wedstrijd van het seizoen misschien wel. Ja, die speelden jullie van niet. Nee, we hadden gehoopt dat dat nog echt onze finale zou worden. En helaas, door de resultaten gisteren, is het niet het geval. En ja, het voelde al tijdens de wedstrijd niet meer goed aan. Omdat we meekregen dat Emmen voorstond in de eerste helft. Ja, een rode kaart. Dus ja, het werd er niet makkelijker op. Goed, Tos van Jos. Vraag van Lucas Bremmers uit Venlo. Jos, ben je er voor een jaar nog bij? Ja, zeker. Ik moet zeggen, de steun die ik de laatste 7 weken, 8 weken gekregen heb van onze supporters, van onze sponsoren. Ik zou heel graag daar wat terug voor willen doen. En ik wil ze ontzettend bedanken voor de steun naar de club, naar mijn team, naar mijn spelers, maar ook naar mezelf. We zullen er alles aan moeten doen om onze supporters en onze sponsors weer komend seizoen hopelijk een succesvol seizoen voor te schotelen. En dat we weer gezamenlijk proberen een fantastisch jaar ervan te maken. Ja, Funs, teleurstelling, dat stond net naast me. Ja, nou ja, het staat hier ook nog steeds. Ja. Ik bedoel, kom op man. En weet je wat het stomme is? Eigenlijk was het best een leuk seizoen. Ja, gek hè? We hebben de halve finale van de beker gehaald. Een prachtige overwinning op Vitesse. Een mooi resultaat uit in Alkmaar. We hebben de topscorer in huis. Dat kan dus gewoon niet. Nee. En als je dat zo bekijkt, denk je, nou, eigenlijk was het zeg maar, waar moet ik tekenen? Alleen, ja, alleen, je degradeert. Ja. Dat kan toch niet? Ja, en je degradeert ook nog rechtstreeks. Je degradeert als eerste ooit, in welke competitie dan ook, met de topscorer in huis. Je degradeert als eerste in Nederland rechtstreeks met de 17e plaats. Je staat in januari na fantastische overwinningen, sta je gewoon nog 13e. Ja, maar dat is natuurlijk bizar. Hè. Kijk, in januari denk je, hebben we het er hier ook gewoon iedereen, over gehad? Iedereen. We waren er nog 3 overwinningjes nodig. Ja, en 15 wedstrijden, en dan wie doet je wat? Speelden we opnieuw een jaar Eredivisie. Ja. Kijk, en dat is natuurlijk gewoon bizar, hè? Dat je dus 14 wedstrijden niet wint. Maar ja goed, daar draait het om. Hè? Want je verliest hem niet in Amsterdam. Nee. Het ligt ook niet aan het resultaat op de andere velden. Nee. Je had gewoon resultaat moeten halen ergens van februari tot en met mei. Volgend jaar staan Go Ahead Eagles en Cambuur in 1 keer in de Eredivisie en wij niet. En dat betekent, als je dan al volgend jaar gaat kijken, laten we de pijn van nu even vergeten. Dus kijken we wie er volgend jaar allemaal in die keukenkampioendivisie staat. Het voordeel is natuurlijk wel dat ook daar 2 ploegen rechtstreeks promoveren. Ja, natuurlijk, ja. Maar je hebt altijd veel tegenstand in de eerste divisie. En voorheen vonden we het altijd, hoe vaak zijn we niet tweede geworden? Dat we het gewoon niet haalden. Dat je het niet haalde, ja. Nou, het voordeel is dat, het nu misschien makkelijker wordt om eruit te vliegen, maar ook weer om er terug in te komen. Ja, maar nee, goed, Lucas. Hey, het is VV, dit is ons lot en dat wordt wel vaak gezegd. En in de krant staat dan het beroemde tafellaken servet verhaal. Dit is ons lot. Jij zegt altijd, Lucas, VVV is een ploeg in de voetbalpyramide tussen 15 en 25. Ja. Nou, een keer worden we 15e, maar een keer worden we dus ook 25e. Dat betekent dat je in de keukenkampioendivisie zit. Ja, nou ja, goed, weet je wat het vervelende is? We weten dat en dat is je lot. En de afgelopen 30 jaar heb ik ze alle 6 meegemaakt, die degradaties. Ja, doet dat pijn? Iedere keer weer. Ja. Moeten we wachten op dat feestje? Ja, ook iedere keer weer. Maar ja, Funs, dit is ons lot. We gaan van een competitie waar we er 25 verliezen, hopelijk naar een competitie waar we er meer winnen dan dat en we dan verliezen. Heb ik hier helemaal niks aan. Draaien we dit negatieve gevoel weer om dadelijk in een positief gevoel? Ja, laten we heel eventjes, Lucas, ik snap dat de trainer niet kan. Laten wij wel alvast vooruit gaan blikken op komend seizoen. Zeer positief natuurlijk dat de trainer blijft. Dat is fantastisch. Vind ik ook dapper, hè? Vind ik ook dapper. Het afbreukrisico is groot. En het begint al een stapje eerder. Ik vind het al dapper dat hij instapt. Als ze mij hadden gebeld in 1912 of ik 5 minuten voor het zinken kapitein van de Titanic wou worden, zei ik nee. Nou, Jos zegt ja. Jos zegt ja, terwijl hij ook plenty andere opties had. Hè. Die had ook gewoon ook lekker in de Bundesliga, tweede Bundesliga kunnen gaan trainen. Grote maar hij koos ervoor om terug te komen naar Venlo, naar zijn clubje, naar zijn stad. Om een poging te doen om zijn club te redden. Het is helaas niet gelukt. Dankbaarheid. Maar
hij gaat wel weer een poging doen om ze terug te brengen. Ja, fantastisch. En dat vind ik mooi. Dat is goed. Positief punt 2. We hebben de topscorer. We hebben enorme financiële problemen nu. Nou, dat heft elkaar natuurlijk een beetje op, hè? Moet je hopen. Ik hoor bedragen van 6 tot 10 miljoen. Mwah. De topscorer van de Eredivisie, Lucas, die er nu 26 heeft inliggen en die er nog 3 gaat maken tegen Emmen, die op 29 uit gaat komen, daar ga je toch minimaal 5, 6, 7 miljoen voor krijgen? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet, Frans. Ik weet het niet. Nou, laat ik zo zeggen. Als ik al het meervoud van het woord miljoen kan gebruiken, dus dat VV miljoenen krijgt. Nee, nooit. Ja, ik nooit, weet het niet, Frans. En het mooie is, Giacomakis heeft jou dan niet in de Eredivisie kunnen houden, maar kan er misschien dus wel voor zorgen dat door zijn geld dat hij je weer terugkomt in de Eredivisie. Hey. Dat gezegd hebbende, hè, en het doet nu allemaal pijn. En ik wil helemaal niet in die eerste divisie voetballen. Maar als het dan zover is, en dat is nu, dan moet je dus inderdaad op zoek gaan naar die lichtpuntjes. Je krijgt weer een paar prachtige Limburgse derbies. Je gaat meedoen bovenin, dat durf ik hier wel te zeggen. Ik hoop dat we bij de eerste 8 eindigen om weer eens een keer in positieve zin aan de play-offs deel te nemen. Periodekampioen worden, bronzen stiertjes. Vrijdagavond. Ja. Ik ben wel alleen benieuwd met welke spelers we dat gaan lijkt doen. Het, lijkt het alsof ik het niet erg vind? Kan ik het goed verbergen? Nee, maar ik vind het wat moois meegenomen. Noutje, wat heb je meegebracht? Bloemetje. Ja, en niet zomaar een bloemetje in de kas. Nee, dit is de puingang, bloemetjes weer bloeien. Dit wordt in Engeland en in heel veel andere landen die oorlog hebben gehad. En luister, ik wil een degradatie absoluut niet met oorlog vergelijken. Maar dit is wel het symbool van de hoop. Dit is het symbool van als alles naar de knoppen is, helpt ditje er weer bovenop. Ja. Laten we daarvan uitgaan, Frans. Laten we ervan uitgaan dat we weer een prachtige bloeiperiode met VVV tegen moeten gaan. Mooi Lucas. Mooi gesproken. Dit is nu eventjes kloten, maar Lucas, het komt wel weer goed. En die wedstrijd tegen Emmen kan me gestolen worden, gaan we gewoon met 3-1 winnen. Ja, dit is de laatste van dit seizoen voor ons. Volgens mij in de hoofden van heel veel spelers en de trainer was het ook de laatste. Laatste aflevering van De Tos met Jos, in elk geval voor dit seizoen. Hopelijk tot volgend jaar in de Keukenkampioendivisie. Maar wel vol hoop.